Yo mensen, Jaraske hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe aflevering van de Road to Life Golden Hammer. Hier natuurlijk op mijn kanaal Jaraske Gaming. Vandaag gaan we natuurlijk weer proberen om de headshots te droppen. Om natuurlijk die hammer goud te halen. We hebben op dit moment 70 headshots binnengesleept in de vorige afleveringen. Dus ik hoop dat we deze aflevering weer ongeveer 10 headshots kunnen droppen. Dat is gewoon ons doel bij elke video. Dus als het lukt is het mooi. Als het niet lukt is het kut. Dus ik wil ook vuurpotje map raid. Dus ik hoop gewoon dat het gaat lukken jongens. Ah, motherfucker. Dat was mijn plan. Het is altijd genaaid, want die ene kant is er sneller dan de andere kant. Ik weet niet waarom ze dat zo hebben ingedeeld, maar de ene route is zeg maar minder lang lopen naar het midden van de map dan de andere route. Dus het ligt er maar net aan welke kant je spant, of je ook daadwerkelijk die kills aan het begin kan oppakken, ja of nee. Maar dat maakt niet uit, het was mijn poging tot en die poging tot is niet gelukt. Plus deze gozers die staan sowieso de hele pottencamp, ik weet het nu al. Ik weet de speelstijl al, maar ze durven niet naar het midden van de map te lopen. Ze durven alleen aan de zijkant te blijven staan. Ik heb nu al door hoe ze spelen. Kijk maar, zie je? Ik wist het. Best is hij forever, jongen. Ik geef je een koekje daarvoor. Ik wist het, jongen. Ik weet nu alleen niet meer waar ze zitten. Waarschijnlijk bij ring. Ze kunnen ook links van me zitten. Nu is het even de grote vraag. Ik gok op links. Nee, ik gok op rechts. Was grapje, jongens. Ah, kut, sorry. Ze spelen heel langzaam deze enemies. Het is ook een party. Dus we moeten ons even concentreren. Want anders halen ze streaks en daar heb ik geen zin in. Kijk jij money room? Dan hoef ik het namelijk niet te doen, dus dat is makkelijker. Zo, mooi dolphin dive, man. Triple. Oh, kill. Shit. Ik had er 3 en toen kwam er nog een 4 achteraan ook. Dat is niet aardig, jongens. Dat is niet aardig. Ik moet even kijken of ik mijn UAV in mijn counter kan halen. Want dan worden ze kaart genaaid namelijk. Waarom loop je nou met je knife rond, joh? Dat werkt toch niet? Ah, oh, hij is ook gerage quit. Hij remmen zijn knife rond. Ik kill hem, wat gewoon een mooie kill is. En dan lief hij het potje. Alsof dat een rage quit waardig is. Kom dan. Ik weet dat je die doctek wil, maar die krijg je niet. Ah, nu worden wij gecounterd. Ik stond te campen, man. Dank u. Yo, later de ballen. Oh, kut, ik roem mijn UAV in. Oeps. Dat is mijn schuld. Yo, dankjewel, Jan. Alsjeblieft. Oh, kijk, de counter is uit de lucht geknald. Thanks, teammate. Kijk uit, jongens. Ze komen hier. Kom dan. Kom dan, of ga je omlopen? Oké, dat was niet zo slim. Ah, dat was een headshot, man. Kom op. Ah, dat was een headshot, man. Kom op. Ah, dat was geen dead, man. Kom op. Nee. Dat gaat een beetje te ver, Jan. Ik wil gewoon mijn headshots halen, ja. Kom op. Ik wil gewoon even mijn headshots halen, ja. Mag die doctek? Ah. Ah, oh, schiet er gewoon lekker doorheen met een silencer, hè. Hoor je eigenlijk niet door de muren heen te kunnen schieten, maar deze vet die dacht, weet je, YOLO. De YOLO swagger mode staat aan, we schieten gewoon door de muren heen. Zonder dat we eigenlijk de kill moeten krijgen. Maar, dat maakt niet uit, we hadden de kill, ja. Oké, jongens. Nou, dat vind ik heel mooi, hoor. Maar niet eens. Dat is grapje. Teammate, kijk uit hier. Oh, daar gaan we al. Ik heb hem gepakt. Oh, nee, die niet. Shit, ik red mijn teammate en dan ga ik die alsnog dood. Teammate, als ik jou red, dan is het ook de bedoeling dat je mij redt. Dan staan we namelijk kiet. Oh, dat was een headshot. Dat was een briljante headshot. Dankjewel. Dat is nou een headshot die ik graag wil krijgen. Als ik er daar nog 9 van kan krijgen in het potje, vind ik het goed. Count hem nog een keer, joh, dikke dildo. Kikkeboom! Oh, kut, ze spannen er niet. Fuck. Komt er die count UAV, dan weet je niet waar ze zitten. Oh, lekker kill. Ah, fuck. Hé, hey, teammate, je ligt daar wel leuk met een Remington op de grond, maar dan ga je echt geen enkele kill oppakken als je daar blijft liggen. Dat kan ik je garanderen. Dat was helemaal niet slim van jou, maar oké. Okay. Doei. Oh, je zit er gewoon in naast me, joh. Ah, headshot, yeah. Alsjeblieft, teammate. Oh, je bent dood. Sorry, teammate. Ik dacht dat hij had al overleefd, man. Maar hij ging alsnog dood. Sorry. Ik dacht serieus dat hij dat overleefd. Komt hij 1 of 2 enemies aanrennen? Dat is nummer 1. En die nummer 2 die durft niet meer. Oké, dan worden jullie nu gecounterd. Dan staan we weer kiet, jongens. Jullie counteren mij. Ik counter mooi even terug, ja? Oh, er zit er daar nog een. Teammate, kijk uit. Kijk uit. Kijk uit. Want hij komt je halen, die gozer. Mooi is hij voor, teammate. Echt waar.
Prachtig. Ik weet niet of hij ergens zit te campen of dat hij gewoon rondloopt. Sorry. Vieze kill was dat. Ik weet dat ze daar gaan komen, dus ik sta even te campen nu. Komen ze er niet? Oh, dat durven ze niet, man. Oké, dan ga ik deze kant weer op. Ik weet niet waar ze zitten, man. Ik probeer een beetje te kijken hier en daar, maar... Overleef ik het? Yeah, headshot, woo! Oh, dat was niet de bedoeling. Hij liet per ongeluk ontploffen, man. Hij raakte in de shock. Ik ook, daar niet van, maar hij ook. Reloaden. Hoppatee. Ik ben dood. Ik zag je lopen, maat. En jou ook, maat. En jou zag ik op de map en je kan je niet pakken. Jammer, dan was er eentje te veel. Maar ik heb een stealth chopper, dus ik vind het al lang best. Kunnen we even kijken of die wat kills kan oppakken voor wat gratis extra killetjes. Wat altijd welkom is. Oh, tank stealth chopper, ook goed. Oh! Moet nu oppassen, want waarschijnlijk zitten er een paar enemies te campen vanwege die stealth chopper. Dus houd het altijd in de gaten als zo'n ding inroept. Er zijn altijd een paar enemies die daardoor meteen gaan lopen campen. En dat zijn niet de mensen waardoor je dood wil gaan. Want die hebben waarschijnlijk ook meteen een streak namelijk, als ze je killen. Haha, lekker voor je, ik zag hem al. Ik zag hem al gaan, jong. Zit er hier nou nog eentje? Nee, die is ook al weg. Oké, chill. Doktek ophalen. Mup, mup. Yo, thank you. Yo, UAV'tje erbij. Meer hebben we niet nodig. Ik ben al die Doktek's aan het rapen, man. Kom dan. Nee? Oké, dan niet. Zijn ze nou geracekut of niet? Ja, ze zijn gewoon geliefd vanwege stealth chopper. Wauw. Wauw. Ze quitten niet vanwege de UAV of counter UAV. Maar wel vanwege één stealth choppertje die anderhalf minuut ongeveer duurt. Oh. Yeah, headshot. Kijk uit, teammate, komt er een links van je. Links van je. Links, teammate, links. Oh, dan gaat er hier een campen hoor. Wauw, vieze lul die je bent. Ah, ik word gechoqueerd. Nou, kut, ik wil die Doktek hebben. Fuck! Lars, ik wilde die Doktek hebben, ja? Laat me nou even oppakken. Headshot. Ah, jammer. Ik zat alleen maar op die hoofdjes te richten, man. En dat is moeilijk, hoor. Nice, teammate. Ah, waarom komt hij daar vandaan? Jongens, jullie stonden serieus. Mijn hele team stond in het midden en die laten we gewoon doorlopen, man. Hey, Tildos, dat is niet de bedoeling. Oh, dit was mijn schuld. Yo, thanks. Dankjewel. Hij is nog dood. Gelukkig. Jat die care package. Waar ligt die? Care package. Oeh. Nee! Nooit! Nu hebben ze een orbital. Fuck! Jongens, ze hebben een orbital. Pas op. Hostile Orbital 4 zet online. Blablabla. Kom nog een keer terug dan. Nou, dat durft hij niet, hè. Doei. Je hebt een Orbital en je gaat nog dood, man. Kom op, man. Lekker pikkelikker. Yo, weer een headshot. Dus die headshots gaan lekker snel, man. Echt waar. Ik ben benieuwd hoeveel we er aan het einde van het potje hebben, hoor. Want we hebben er al veel. Doe dan. Jij bent degene met een Orbital. Jij bent degene die moet komen. Oké, hij gaat omlopen. En dat was echt gewoon heel dom, Lars. Jij bent degene met de orbital. Jij bent degene... Oh, fuck, auw. Jij bent degene die me moet killen, ja? Ik heb helemaal niks in de lucht hangen, dus ik mag campen. Oh, nog een headshot. Nice, chill, awesome. Ik loop gewoon eerst om door de map heen, hoor. Fuck hem met een orbital. Kut, nu beginnen ze te campen met een orbital in de lucht. Oh, irritant, ik kan niet. Oh, wil je niet dood? Oh, oké, never mind. Alles is gekillstealed. Die Destiny boeit me echt in je zak gewoon. Oh, waar kom jij vandaan dan? Ze hebben een orbital in de lucht hangen en wij zijn gecounterd. Oftewel, zij moeten nu ons makkelijk kunnen killen. Het lukt ze alleen nog niet zo goed.
Ah, ik blijf hier lekker campen, ik lig hier goed. Wacht, geef me die doctek. Ah, zo lag, zo goed zat ik er niet. Het potje verloren, jongens, wat is dit nou? Jullie hebben me, jullie hebben me. Jij moet echt even leren, Emo. Wow, yo, je bent gewoon zo, jongen. Nou, ik vind het wel jammer dat we het potje hebben verloren, want we konden makkelijk winnen. Alleen ik en Bruno zijn de enigen die echt doctex hebben geraapt, zoals je ziet. En bij de enemies ja, is iedereen geliefd. Die hele party is gewoon weggegaan, vanwege mijn stealth chopper. Of vanwege iets anders, ik weet niet of je wat. Maar in ieder geval, dat maakt het allemaal niet uit, want we hebben heel veel headshots opgepakt. Alleen ik ben heel erg benieuwd hoeveel. Ik gok op... 11. Ik zeg 11. Waarschijnlijk is het ongeveer 9, maar ik zeg gewoon 11. Gewoon dat het kan. Headshots, headshots, headshots. 9, fuck, ik wist het. Ik zei nog, ik zeg 11, waarschijnlijk is het 9. En het is 9. Yup, lekker Jan. Ik dacht dat we er meer hadden, man. Maar dat maakt niet uit. En hebben we op dit moment dus 79 headshots binnengesleept. Dus dan hebben we de Delta 6 camo vrijgespeeld. En dan moeten we dus in totaal nog 21 headshots maken. En dan hebben wij de Typhoon camo. Waardoor de andere challenges, de Karma Fiber Cherry Blossom, Skills Robin... En Art of War camo's worden vrijgezet, zodat we die ook kunnen gaan halen. Dus, het was een leuke aflevering. Ik heb gewoon lekker lopen kutten. En we hebben headshots gedropt. En dat is natuurlijk 2 voor de prijs van 1. Dus bedankt allemaal voor het kijken. Ik hoop jullie weer te gaan zien bij de volgende aflevering. Of natuurlijk bij een andere video. Dus tot de volgende keer, mijn mensen. Bye bye. We'll be right back.